Hij zag dat die steen los zat. Hij sloeg er ook een keertje tegen die steen aan. De steen rolde eruit. En met het moment dat de steen eruit rolde, vielen er twee rolletjes munt uit. Bij de verbouwing van een monumentaal huis aan de Bovenstraat in het stadje Bronkhorst is een unieke archeologische vondst gedaan. Het gaat om een historische muntschat. 14 gouden en 18 zilveren munten die kort na 1620 onder de vloer zijn verstopt. De schat wordt tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Zutphen. Als je kijkt, dan zitten hier inderdaad blinkende gouden munten in. Nou ja, ik werk al 30 jaar bij de gemeente Zutphen en ik heb in elk geval nog nooit een muntschat gevonden in mijn leven. Althans, betrokken geweest bij het vinden van de muntschat. Dus dat is in die zin echt wauw. De munten worden nu uitgestald om te laten zien aan het grote publiek. Maar eind oktober werden ze door een bouwvakker in het huis van Joop gevonden. Hij zag dat die steen los zat. Hij sloeg er ook een keertje tegen die steen aan. De steen rolde eruit. En met het moment dat de steen eruit rolde, vielen er twee rolletjes munt uit. Die stonden rechtop. Dat is heel bijzonder als je dat soort oude munten, als je dat soort oude munten vindt. Maar ja, wat is het verhaal daarachter? Hoe komen die daar? Dat weet je op dat moment niet. Archeoloog Michel Grootherde noemt de vondst historisch en uniek. Eigenlijk de dramatische gebeurtenissen van Spaanse soldaten die continu plunderend rondtrekken en op Bronkhorst hebben gebrandschat in de Achterhoek in de jaren 20 van de 17e eeuw. En deze muntschat, ja, die is begraven door iemand die zag die Spanjaarden aankomen. Heeft zijn vermogen willen verstoppen. Maar heeft het klaarblijkelijk niet meer kunnen navertellen, want de schat heeft daar 400 jaar gelegen. De gemeente Bronkhorst wil niets liever dan dat iedereen de schat kan zien en daarom hebben ze de vondst gekocht. Het is natuurlijk prachtig om het geheel bij elkaar te zien, dat er echt zo'n rij munten verborgen heeft gezeten in een huis. 400 jaar lang, onvoorstelbaar. Vanaf morgen is de historische muntschat in het museum van Zutphen te zien.